77 FM. Aan de telefoon heb ik relatiecoach en seksuoloog Michael Roosevaal. En met hem gaan wij praten over zijn event van 26 mei, Sex Talk. Welkom in de uitzending, Mike. Dankjewel, dankjewel. Ik doe dat niet alleen. Anita is in studio 2. Hey, Michael. Hey. Anita Blauwen. Hallo, Mikudu. Oh, we gaan way back. Way back. Ay, toch, toen we nog geen grijze haren hadden. Goeie oude tijd. Ay, toch, Mikudu. Welkom in de show. Gaat goed, gaat. Gaat goed, Mikudu. Gaat goed. Nou, you got us. De naakte waarheid over seksualiteit. Je bent relatiecoach, je bent seksuoloog. Maar dit is voor mij een nieuwe manier van informatie geven. Door het op de planken, weet je, als een theater. In een theater, of nou niet in een theater, maar je weet wat ik bedoel, dat je het op zo'n manier brengt. Wat heeft je op het idee gebracht? Nou, ik zie dat een humor helpt heel erg als je seksualiteit wil bespreken. Het lijkt zo'n geladen onderwerp, zo'n geladen taboe onderwerp. Dus ik denk, ik breek hem met humor. En dat de dingen wel serieus worden genomen, maar dat je erom kan lachen. Mm-hmm. En het zijn gewoon realistische dingen uit het dagelijks leven die ik tot een... die ik ook met een stukje humor breng, maar ook de informatie is ook gewoon duidelijk serieus. En ook een stukje theater heb ik erin zitten, dus dat is veel aantrekkelijker. Dus bij zo'n bezoek is het echt een avondje uit waar je lacht, maar dat je ook informatie tot je neemt. Ja. Dat is de bedoeling. Ja, want je had een try-out en ik zag het voorbij komen. Ik dacht, zang, dat ding was helemaal bomvol. Ja, het was niks erover gehoord. Dus ik dacht, wanneer is dat gebeurd? Weet je? Ja, het was vol. En was leuk publiek ook. Heel leuk publiek. Ja, maar ja, je bent, ik zei het al, je bent relatiecoach, je bent seksuoloog. Hoe krijg je die mensen zover dat ze toch durven te praten over bepaalde dingen? Want weet je, heel veel dingen zijn taboe. Kijk, veiligheid. En als je zelf open bent, is het ook uitnodigend naar mensen. Ik ben real, ik ben open, ik zeg de dingen zoals ik ze heb ervaren. Ik ben puur. Het is voor mij geen... Dus dat creëert ook veiligheid, dat je mensen ook mensen zich ook welkom voelen om tot je te praten. En de manier hoe ik het doe, ik geef ook heel veel respect. Weet je, wat niet nodig is, wordt begrensd. Dus dat zit er ook in. Dus ik ben wel duidelijk hoe ik het doe. En voor nu doe ik het misschien met 100 man. Ik heb niet te groot publiek. Ik wil het veilig houden. De vorige keer had ik een stuk of 80 man. Maar er is nog vraag. Maar het is niet een gigantisch publiek. Maar de onderwerpen die creëren vanaf het begin, creëer ik al de veiligheid. Zodat mensen zich vrij op hun gemak voelen om te kunnen praten. En er wordt veel gezegd, hè. Er is veel gezegd. Waarvan je gesteld staat van wauw, lekker open, lekker vrij. Dus dat zit er allemaal in. Ja. Ja, want je merkt ook dat als het over seks gaat, dat mensen soms giechelig worden of andere mensen klappen juist dicht. Dus ja, sommige dingen wil je niet vragen waar een heleboel andere mensen bij zijn. Dus dat ben je nou weer zeggen van, kunnen we even ergens anders gaan? Want ik heb een vraag, weet je? En ik ga niet zo aan publiek zo'n vraag stellen of zo. Of is het meer dat jij aan het woord bent en mensen luisteren, of is er echt interactie? Er zijn wat onderdelen waar het interacties zijn, waar mensen zelf een setje doen. Van aan het begin, ergens in het midden en aan het einde zijn er vragen die mensen mogen stellen. Dus er is wel degelijk interactie. Ik vertel wel veel, maar ik luister ook naar wat het publiek wil. En ik bewaak wel de interactie zodat het stuk niet uitloopt tot heel laat en ik niet alle vragen kan beantwoorden. Dus daar moet ik wel op letten in wat ik behandel en wat ik bespreek. En dus dat zit er wel in. Maar de interactie die was heel goed. Dat was heel goed. Dus dat zit er wel in. Maar kan je nou een voorbeeld geven van vragen die de mensen niet durven te stellen? Of die vragen die aan bod komen? Er is een vraag gesteld over bijvoorbeeld, wat zou jou stimuleren om seks te hebben? En dat was een vraag die gesteld is aan het publiek.
En het ging om opwindende gedachten en remmende gedachten. En mensen noemden gewoon vrijheid de gedachten die opwindend waren voor ze. En de gedachten die remmend waren. Daar waren mensen heel erg open voor. Dus dat, was, dat is een voorbeeld van het creëren van die opening, zodat mensen vrij kunnen zijn. En wat zijn ik heb, de eerste vraag die doe ik op Mentimeter. Ik begin veilig, dus het is Mentimeter. Het is incognito. Je ziet niet wie die vraag stelt, wie die antwoorden geeft. Maar daarna gooi ik het wel open als de veiligheid al gecreëerd is. Maar wat zijn nou die vragen die, of die onderwerpen die mensen schuwen? Want ik bedoel, kijk, als je op een bepaalde leeftijd bent, denk ik dat je gewoon weet precies, dat je gewoon wil praten en gewoon kan zeggen wat je wil zeggen. Ik bedoel, mensen zouden me moeten remmen op dit moment om niet te kunnen zeggen wat ik wil. Maar er zijn natuurlijk onderwerpen die mensen niet, waarover mensen niet willen praten. Welke onderwerpen zijn dat dan? In de show zelf denk ik dat er toch wel een grens is natuurlijk. Dat mensen niet gaan durven om dingen die heel erg privé zijn te zeggen. Maar het mooie is dat mensen daarna wel een berichtje kunnen sturen. Meneer, ik wil dat toch nog even met u bespreken. Dat zit er ook wel in. Dat doel is er ook. Ik ben natuurlijk ook een counselor. Dus het is ook goed dat mensen dingen horen en denken van daar wil ik ietsje meer over weten. En daar maken mensen persoonlijk contact voor om te zeggen dat heb ik gehoord, maar ik wil ietsje meer daarvan weten. Dus dat zit er ook in. En dat mag ook. Mm-hmm. Maar globaal kunnen mensen vrij praten. Maar goed, je hoeft niet alles te zeggen. Je mag zeggen wat je denkt dat voor jezelf veilig voelt. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Mm. En mijn counseling, als mensen privégesprekken hebben met mij, of dan hoor ik wel hele andere dingen. Daar zijn mensen wel heel open. Ja, ja. En zijn ja, mensen krijgen opdrachten week, waar ze ook heel open moeten zijn om die opdrachten te kunnen doen. Ja. Dus dat zit er ook in. Ja, ja, Anita en ik, we discussiëren niet, hè. Wat is dat ding, hoe noemden de mensen het vroeger? We debatteren heel veel. En mm-hmm. We hadden het over van, weet je, heel veel dingen zijn veranderd. Of bepaalde dingen, daar spraken onze ouders niet over. Of nee. Weet je, we hadden het over orale seks. Hè? Dus, ja. We hadden het over specifieke orale seks. Ja, specifieke orale seks. Ja. Zie, ik begin een beetje warm te krijgen hier. Het was zeer specifiek. Oké, zie je, kijk, dan begin ik te lachen. Nee, maar bijvoorbeeld, ja, we hoorden ze nooit het hebben over, weet je, Waffen. Ja, weet je, dat soort dingen. Dat mensen elkaar ook bevredigden. Het gebeurde wel, maar het kwam niet naar buiten, omdat er heel veel een taboe eromheen was. Je moet nagaan, vroeger. Er was schaamte. Mm-hmm. En wanneer je orale seks vroeger gehad had, weet je dat die vrouw, als je ruzie hebt met die vrouw en dan van poor, die kan ze het voor je op de hoes schreeuwen. En mannen hadden schaamte dat mensen wisten dat ze dat deden. En iedereen weet dat je dat doet. Nou, ja. Zo was dat vroeger. Ja. Kijk, nu is het belachelijk als je dat gaat doen. Het is een onderdeel van seksualiteit. En om na te gaan dat 40% van de vrouw, of vrijwel een grootste deel, van orale seks klaarkomen en vaak niet van penetratie. Mm-hmm. Dus het is geen taboe meer. En als ik naar die jonge generatie kijk, die maken er juist geen taboe van. Ja. In Suriname is het nog heel lang taboe, maar als je kijkt naar de Antilliaanse man hoe hij een vrouw versiert, zit dat zelf in zijn versierpraat. Snap je? Niet alleen dus, de Surinaamse, ook de Jamaicaanse mannen toch? Wat er ook ja, gezegd ja, van ja, een, ja. Die doen dat ook. De Surinaamse man, die doen dat steeds meer, de jonge generatie. Maar er is veel dat wordt vastgehouden van de oude generatie, die ook bij sommige mensen naar de nieuwe generatie gaat. Mm-hmm. En mensen hebben verschillende redenen natuurlijk, dus dat zit er ook in. Ja, maar dat het is geen taboe. Ja, het is iets wat ik gewoon opengooi en bespreek. Ja, nee, goed. We hadden het erover van dat, ik weet niet of dat klopt hoor, maar er werd gezegd van dat bij mannen, dat er in hun dicht bij hun anus of zo, daar zit echt een soort van G-spot. Ja, G-spot van de man. En ik zei tegen Anita van, wauw, als het bij de man daar zit, wauw. Dus dat betekent dat de mannen die same seks hebben, die beleven heel veel plezier. Ja,
Maar je ziet ook dat steeds meer mannen dus ook meer anale seks hebben. Dat een vrouw zo'n voorbeelddildo heeft en ze anaal pakken. En dat ze daar genot aan beleven. Maar, dat zit er ook in. Maar dat zijn niet de macho mannen. Vooral het woord pakken. Vooral het woord pakken wat je daar zegt. Die mensen, die mannen willen niet gepakt worden. Het nee, woord maar pakken, het dat gaan ze lastig vinden. Pakken. Laat me het woord pakken, het klinkt niet zo. Laat me zeggen dat mannen op die manier ook bevredigd worden. Mm-hmm. Ja. In hetero-relaties, hè? In gewone hetero-relaties gebeurt dat wel eens. Ja, maar we leven ook in een tijd waar heel snel dingen op social media terechtkomen. Dus daar gaat het ook over van hoe veilig voel je je met een partner. Want je weet niet of je gefilmd wordt. En mensen, hoe zeg je dat? Blackmailen anderen weer. Zet een ander onder druk van als dit niet gebeurt, dan zet ik jouw filmpje online. We leven echt in een hele andere tijd. Ik ben zo blij dat ik een deel van mijn leven, dat social media niet bestond. Anoniem. Want nu is alles is out there. Alles is out there. Dus, alles is content. Ja, dus dat beïnvloedt ook dat mensen zich waarschijnlijk ook belemmerd voelen. Of daardoor ook blokkades hebben. Natuurlijk. Op dat punt moet er een stukje vertrouwen zijn en volwassenheid. En je kan dingen niet gaan gebruiken tegen iemand als je geen relatie meer hebt. Het is toch dat alles wat gebeurd is tussen jullie, dat ook bij jullie blijft. Dat is een stukje volwassenheid. En dat geeft ook aan hoe je degene nog steeds waardeert. Doordat je wat je allemaal doet met elkaar, hoort niet op social media. Sowieso niet. Maar mensen voelen zich zo gekwetst en weten niet meer die emotie om te gaan. Hebben zoveel pijn, weten er niet meer om te gaan en doen de meest domme dingen. Dus dat is ook jammer. Het is ook goed om af te tasten vanaf het begin hoe iemand in elkaar steekt. Wat doe je? Mm-hmm. Wat doe je als je boos bent? Hoe zou je reageren als het uitlaat? Dat soort dingen zijn ook goed om te weten, om af te tasten hoe gezond je relatie eigenlijk is. En ik zie dat we vaak in relaties zitten en we elkaar als bezit zien. En dan heb je al een probleem. En je hoort autonoom te zijn binnen die relatie. In iedere relatie waar je in zit, hoor je gewoon autonoom te zijn. En niet dat je echt zo'n Tara-eijantje bent en mensen ook zich niet vrij voelen. Want dan krijg je de gevolgen dat mensen niet met die emoties kunnen omgaan. En wij denken vaak dat het gezond is dat je alles met elkaar doet. Nee, het is niet waar. Het is juist ongezond. Je doet dingen met elkaar. Je doet dingen met je vrienden. En je doet dingen zonder je vrienden. Mm-hmm. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Nou, ik sprak van de week nog iemand die mij vertelde van dat hij in een nieuwe relatie zit en hartstikke verliefd is. Maar dat hij zich een beetje onder druk gezet wordt. Omdat die nieuwe relatie bepaalde eisen heeft. En ja, als je zo verliefd bent, wil je alles goed doen. Maar ja, weet je, diegene was nog niet zo ver dat hij wat die vrouw van hem verlangde, daar was hij nog niet zo ver mee. Ja, zoiets van, als ik je een jaar ken of zo, dan weet ik hoe ver ik wil gaan. Maar ja, weet je dat je soms mensen soms het gevoel krijgen dat ze onder druk gezet worden? Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen dingen aangeven dat zij vinden, dat zij dat belangrijk vinden. Maar je moet precies doen wat je ook voor jezelf prettig vindt. En wat je denkt, ik wil het mijn partner wel gunnen. Maar het is ook goed dat je zelf er een genot aan beleeft bij de dingen die je doet. En dat je het ook zelf prettig vindt om te doen. Het leven is geven en nemen. Maar het blijft nog dat je eigen grenzen moet kunnen aangeven. Want dan ga je voor de rest van je leven nog steeds gemanipuleerd worden. Sowieso. Mm-hmm. En soms laat me zeggen, vrouwen zijn vaak aan het zoeken naar je grenzen als man. Waar kan je nee tegen zeggen? Vinden vrouwen heel belangrijk. Een vrouw gaat je hele leven lang blijven uitdagen. Ze daagt je uit. En het is belangrijk dat je soms ook nee zegt. Omdat als jij nee zegt, betekent dat je ook staat achter wat je zegt. Dus je kan haar ook veiligheid bieden als een leider waar je ook nee kan zeggen. En hij zal getest worden. En waar is de grens? Die moet hij goed leren aangeven. Op een goede manier. Nee zeggen. Oké. Kan ook consequenties hebben. Nee, maar als je iets niet fijn vindt, dan kan je het toch niet doen. Ja, dat is zo. Als je het niet fijn vindt om te doen. Kijk, we zijn allemaal op een hele andere manier soms gesocialiseerd. Mm-hmm. En
het is nog net de persoon die soms taboes bij je kan doorbreken. Mm-hmm. Want hij voelt zich nog niet veilig genoeg waarschijnlijk om de dingen te doen. Ja. Want het gaat nog steeds om veiligheid. Als jij je veilig voelt bij iemand, durf je zoveel meer. Je durft over drempels heen te gaan. Soms denk je van, dat is wat ik niet doe. Weet je, als je terugkijkt naar jezelf, denk je, wauw, een paar jaar geleden zou ik dit niet doen. Mm-hmm. En nu durf ik het wel. Ik voel me veilig bij de persoon. Ik voel me prettig bij de persoon. Dus dat heeft ook met veiligheid te maken. Dat heeft ook met communicatie te maken. Is het veiligheid of is het ook mature worden, de leeftijd ook? Leeftijd speelt niet zo'n rol dat je nog een omslag kan maken in dingen, hoor. Ik ken mensen die na 22 jaar uiteindelijk een orale seks gehad hebben of orale seks zijn gaan doen. Mm-hmm. Weet je, hun referentiekader van toen, dat durfden ze niet. Maar dan hebben ze een nieuwe partner. Waar ze wel een orale seks hebben en het ook nog prettig vinden. En dat bedoel ik geven en nemen, hoor. Geven en krijgen. Mm-hmm. Ja, ja. Maar ik had toch een vraag over... Kijk, we hebben het over open zijn. Maar ik heb de indruk dat zeker Nederland een stuk preutser is geworden in vergelijking met toen ik pas hier in Nederland kwam. Ik vind mensen nu best wel preutser. Dat is echt waar. Ik heb dat laatst gehoord, ook ergens in een programma. Nederland is ietsje preutser geworden. Dat klopt. En als je me zou vragen waaraan het ligt, ik denk dat social media en de veiligheid en alles ook wel een rol gespeeld heeft. Ik weet niet of corona daarop ook zijn stempel heeft gedrukt. Maar Nederland is een ietsje preutser geworden, merk ik soms. Maar als je kijkt wel naar social media, zijn het wel continu die onderwerpen die de meeste interesse hebben. Het gaat het over seksualiteit. Dat is weer de andere kant van de medaille. Ik ben zelf heel veel op social media. Ik heb heel veel volgers. Ik heb filmpjes waar ik dingen open bespreek. En ik heb best wel veel volgers. De interesse daarvoor is er wel. Heel erg. Mm-hmm. Maar de taboe daarnaast, die is er ook. Ja. Ja, ik weet dat het eerste ding dat ik... De eerste dag dat ik in Nederland kwam en ik bij iemand binnenkwam in oktober... Toen was er een reclame en ik zag een vrouw de borsten vrij zo rennen zo ergens op het strand. En die man, hij leeft niet meer en hij zei, meisje, die is aan Holland. Dit is maar Holland, loopt alles aan open en bloot. Maar de laatste tijd hoor ik geen open en bloot meer. Nu hoor ik constant, mensen voelen zich seksueel aangerand. Mensen voelen zich, als die man zegt, schatje, waar ga je mee? God, ik kan niet meer slapen vannacht. Dat zijn die dingen die ik nu hoor. What's gebeurd? Maar wij Surinamers zijn ook stiekem, hè. Surinamers zijn heel stiekem. Mm-hmm. En ik weet dat ik ooit een workshop gegeven heb in Suriname. En er zaten allemaal van die politie zat er, van alles zat er. En mijn eerste woorden waren... We houden van seks in Suriname. En iedereen keek me aan van waar heb je het over? Ja, meneer, hoe weet je dat? Ik zeg, als ik kijk naar al die short times hotels die er zijn gekomen. Iemand heeft me geleerd dat ik naar het lampje moet kijken welke kleur het lampje heeft. En ze staan altijd op rood. Snap je? Dus we houden van seks in Suriname. Alleen het onderwerp komt niet naar boven. En er is nog steeds heel veel taboe over het onderwerp. Ja. Dus dat is het. Suriname zijn gewoon stiekem. Nou, ik wil even zeggen... Van het filmpje. Als je Suriname bent... Mm-hmm. Is alles leuk. Om tot 5:00, 5:30... Het moment dat het 6:30 wordt. Ik vind dat er een bepaalde aroma vrijkomt in het land. En dan word je hitsig. Dat denk ik. Nou, die zon is ook niet goed voor jou om alleen er naartoe te gaan. Die zon die prikkelt ook je... Die warmte, die prikkelt ook heel erg. Denk je soms, hè? De tropen speelt ook een rol op je opwinding. Je bloed stroomt door die warmte, dus die behoefte is er veel meer. En als je op vakantie bent, heb je helemaal geen stress. Dus dan heb je misschien meer behoefte om dat gevoel te beleven. Ja. Mm-hmm. Ja, nou, er was vorige 2 weken terug was er heel veel commotie. Omdat er een filmpje was waar een buschauffeur en een dame... Dat ze, hè, de nood was hoog en gewoon langs de weg. Wel volgens mij een niet te drukke weg. Maar daar kwamen ze samen.
als ik dat zo moet zeggen. En ik zeg tegen Anita van, ja, maar hè, hoe doe je dat toch? En Anita zegt, nou, die mensen wilden gezien worden. Jawel, die mensen zijn er ook. Ik denk ook dat er een stukje opwinding in zit dat je betrapt wordt. Maar als je het zo langs de openbare weg doet, dan vind ik ook niet dat dat echt een oké is. Hmm. Omdat er ook kinderen langskomen die nog niet in die fase van seksuele ontwikkeling zijn. En dat je naast een bus staat gewoon. En ik moet eerlijk zeggen, met de crisis in Suriname is het moreel ook ietsje lager geworden. Mm-hmm. En dat is in ieder land, zolang de crisis er is, wordt het moreel lager. En dat zie je helemaal echt terug in Suriname, dat het moreel lager geworden is. Mm, ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Maar, Ik sta ver met seksualiteit en ik sta voor veel open dat ik dingen mij niet shockeren. Maar toen ik naar dat filmpje keek, denk ik ook van, wauw, als je aan de omgeving zou denken, weet je, is het, dan is het niet oké. Dan is het niet oké. Je hebt daar geen toestemming voor, omdat mensen moeten zien, kijken naar iets wat ze niet willen. Snap je? Dus als het stiekem is en iemand komt in de buurt en je staat achter een boom, of je hebt je bus in de bosjes geparkeerd, niks aan de hand, spannend. Maar zo langs de weg, nee, vind ik aarzel. Ja. Ik... verbazing. Mensen reageerden ook van, ja, dit soort dingen gebeurden vroeger ook. Maar toen waren er geen mensen die het op beeld hadden vastgelegd. Dus dat gebeurde vroeger ook. Nou, dat klopt. Maar voor mij, ik heb vrijmeld 27 jaar toen ik naar Nederland kwam. En ik heb heel veel meegemaakt. Maar zo langs de weg en dat soort dingen. Nee, volgens mij heb ik dat niet zozeer gezien, hoor. Nee, dat heb ik niet zo meegemaakt. Nou, maar goed, we nemen ons mee naar 26 mei. Waar gaat het allemaal plaatsvinden? En hoe laat? Neem ons alsjeblieft mee naar 26 mei. 26 mei ben ik in het TEM-gebouw en dan gaat mijn theater / een comedy / een informatie over de naakte waarheid van seksualiteit. Dan heb ik het over socialisatie, taboes die wij hebben meegenomen vanuit onze opvoeding. En de dingen die ons remmen om vrij uit te kunnen genieten, in stand houden de factoren, dingen die we hebben vastgehouden die ons blokkeren. Maar dat je dat ook kan zien bij je partner, dat je dingen ontdekt. Er is heel veel humor, ik heb verhalen, seksuele verhalen. Ik heb filmpjes waar mensen praten, je ziet wel geen beeld over hoe die mensen het doen, maar je hoort mensen praten in de slaapkamer. Heel grappig, van alles hoor je hoe het gesprek kan lopen in een slaapkamer. En al in al een goede sfeer. Dus 26 mei in het TEM-gebouw, de inloop is 6:30. Mm-hmm. En we knallen door tot 10:00. We stoppen waarschijnlijk met theater om 9:00. En om 10 andere tijden gaan we lekker karaoke doen, een borreltje drinken, gezellig kletsen. Goede sfeer. Dus het kan nog uitlopen tot laat als het sfeer goed is. En, maar het is een echte uitje. Oké, okay, en kaartjes kopen, waar kan dat? En je kan me een mail sturen of een app sturen voor nu. Je kan een app of een mail en je kan een even kijken. Jezus, wat de kaartjes hier. Nou, ik ja? Mm-hmm. Je hebt mijn nummer daar, hoor. Ja, nou, ik zie hier het nummer, maar goed, het is altijd mooi als jij het nummer doorgeeft. Maar de mensen kunnen een app sturen, zeg jij, of ze kunnen bellen. Ja. En ze kunnen een app sturen naar 06-0619-39266. Ja. Dat is op het nummer. Roosevaal.counseling@gmail. Dan komt het vanzelf goed met je kaartje. Oké. Okay. Nou. Dus roosevaal.counseling@gmail.com. Juist. Oké. Okay. Nou, ik heb het genoteerd en de luisteraars ook. Mocht iemand iets gemist hebben, dan kunnen wij dat ook doorgeven. En je zegt steeds Temtem, je bedoelt de extra mile, toch? Die extra mile. Oké. Okay. En dat is aan de Hessenbergweg. En dat is in Zuidoost of in... Waar is dat? En dat is in Zuidoost. Oké. Okay. Heel mooi gebouw, hele leuke gebouw. Er is keuken is aanwezig. Een natje, een droogje. Dus het is een heel leuk gebouw. Nou. Hessenbergweg nummer 8 is dat in Amsterdam. Hessenbergweg nummer 8. Nou. Anita, gaan we?
Nou, hij zei een natje en een droogje. We gaan een natje. En een droog. En een droogje. August. Nee, maar 26 mei, we gaan er naartoe. En we gaan ook praten over, meepraten over seksualiteit. De naakte waarheid over seksualiteit. Dankjewel. Mooi. Dankjewel, Mike. Jullie ook bedankt. Wat fijn. Leuk. En tot 26e. Is goed bedoeld. Oké. Odi. Zelfde. Zaterdag van 4 tot 7. Amsterdamse weekendradio met een Surinaams sausje. Double 7 FM. Een productie van Stichting Between the Lines. Double 7 FM. We're here to stay.